het Goffertpark. We staan in een enorm park van maar liefst 83 hectare groot. Dat zijn 125 voetbalvelden. We zijn in het Goffertpark. De aanleg van dit park begon in het voorjaar van 1935 en was een werkverschaffingsproject. In de jaren 30 van de vorige eeuw was de werkloosheid heel groot. Bijna 1 op de 3 volwassenen had geen werk. In Nederland waren in die tijd tientallen van deze grote werkverschaffingsprojecten. Om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen, gebruikten ze geen machines. Alles ging met de schop, houten kruiwagens en lorries. Een lorry is een klein voertuig op rails zonder motor. Een werkverschaffingsproject was een hele klus, want ze verplaatsten 600.000 kubieke meter zand. Dat zijn 100 voetbalvelden met een meter zand erop. Na 4 jaar en vele zweetdruppels was het park af en werd in 1939 feestelijk geopend door Prins Bernhard en kreeg de naam Goffertpark, zoals de boerderij nabij het park. Ter herinnering aan dit werkverschaffingsproject is er een monument in het park geplaatst. Het Goffertpark is ook de thuishaven van de voetbalclub NEC. In dit park staat dan ook het mooie Goffertstadion. Er is een gigantische speelweide, waar niet alleen kinderen en honden heerlijk kunnen rennen. Deze speelweide wordt ook gebruikt voor concerten en festivals. Onder andere Bon Jovi, Guns N' Roses en Phil Collins hebben hier voor meer dan 50.000 fans opgetreden. Maar als er geen festival is, dan is het er heerlijk rustig. Hier kunnen Nijmegenaren even uitwaaieren. Tot het najaar van 2012 reed er een echte stoomtrein in het Goffertpark. Het was een populaire attractie. Helaas rijdt de met de hand gebouwde Goffertrein niet meer, maar er is een plan om dit weer in het leven te roepen. Er is een openluchttheater voor 1500 personen, waarin de lente en zomer veel voorstellingen worden gegeven. Trouwens, de stenen uit de stenenmuur zijn allemaal opgegraven tijdens de ontginning van dit gebied. De kleine heuvels in het park zijn niet aangelegd. Deze lage stuwwallen zijn in de ijstijd ontstaan. Er is een mooie Chinese tuin, een rosarium, vijvers, een kinderboerderij en een bospark. En als je een groot park met een bos hebt, dan hoort daar natuurlijk ook een boswachter bij. En onze boswachter is bijzonder goed in het wachten, observeren.